Komend weekend de Gert-Jan Teunissen Combi Classic. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, wat we van kunnen verwachten is denk ik dat er heel veel fietsliefhebbers, actieve mensen die graag sporten in het weekend, daar een rondje komen doen. Even voor alle duidelijkheid, het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijd, het is een toertocht. Je kunt van bij wijze van spreken van 40 kilometer tot en met 160 kilometer. En op zaterdag is het op de weg en op zondag is het mountainbike of cyclocross. In ieder geval offroad. Dus hele mooie routes, van allerlei soorten afstanden. Echt iets zeker met het weer wat ze voorspellen, echt iets om naar uit te kijken. Ja, voor de mensen die het niet weten, wat kunnen deelnemers nou verwachten van deze tocht, van deze toertocht? Ja, de organisatoren hebben er echt een hele hoop werk van gemaakt. Een hele mooie tocht uitgepeild. Dus wat ik al zei, je kunt van allerlei niveaus. Op de site staat ook een beetje hoe elke route eruit ziet. Als je de tocht van 60 pakt of 80 of 100 of 120, 160. Hoeveel bevoorradingen er zijn, waar de mensen kunnen drinken, eten. Dat is allemaal goed geregeld. Dus. Het gebied waar de mensen doorheen fietsen, dat was jouw oude trainingsgebied? Ja. Ja, je komt ook door Nijmegen, dus dat is een beetje de klimkant met Duitsland, Oude Holleweg en zo. Dus dat was een beetje mijn gebied waar ik altijd getraind heb. Dus dan kunnen ze zich ook een beetje Gert-Jan Teunissen voelen? Ja, op zaterdag zeker. En op zondag is dat mountainbike, waar ik zelf ook een groot liefhebber van ben. Dat vind ik ook mooi, echt een heel variërend parcours ook. Dus iedereen kan aan zijn trekken komen als ze even kijken dat ze geen fout maken. Wat is het verschil tussen de zaterdag en de zondag? Ja, zaterdag is dan de weg. Dus dat is alleen maar een wegtoertocht, een classic. En dan een zondag is eigenlijk alleen maar mountainbike. Ja, mountainbike, het is gewoon net waarin mensen voor kiezen, wat ze het liefste doen. Maar ik vind het wel mooi dat in één weekend dat je alle mogelijkheden hebt. Ja, zeker wat ik net zeg, met mooie weer, dat nodigt echt uit om met z'n allen naartoe te gaan, denk ik. Ja, en mooi weer krijg je. En mooi weer is te voorspellen, dus meegebracht uit Mallorca. Kijk eens aan, kan niet beter. De mensen die meedoen, als we naar aantallen kijken, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, met mooi weer verwachten toch wel misschien op beide dagen zo'n beetje 1000 deelnemers. Dat is toch wel fors. Dat is wel fors, maar dat wordt wel verwacht. Dat staat ook in allerlei toertochtlijsten. Officieel dat er dus een classic is. En in datum zijn geen andere wedstrijden zover als we weten niet. Dus ja, ik zeg al, als dan het weer een beetje mee zit, dan zijn er heel veel mensen geneigd om toch te zeggen, nou, dat gaan we eens mooi doen, een mooie tocht. Wat kan je zeggen van voorgaande edities? Vorig jaar is hij voor het eerst, zover ik me kan herinneren, is er echt afgelast. Toen was het zo vreselijk koud. Dat is dat weekend, geloof ik -10 was of zo. Toen hebben ze toch nog de mountainbike op zondag is doorgegaan. Toen waren er toch nog 500 echte bikkels die bij gevoelstemperatuur, geloof ik -10, -15, die daar die toertocht hebben gereden. Maar op de weg was niet te doen. Er lag overal ijs en sneeuw. Dus dat is de eerste keer geweest. En andere jaren, ja, dat is een beetje wat ik zeg. Het is een beetje tussen 1000 en 2000 mensen. Wat is nou het meest bijzondere aan dit weekend? Het meest bijzondere is dat het echt voor iedereen is. Van mensen op een, bij wijze van spreken, op een gewone stadsfiets die een mooie tocht willen rijden van 40 kilometer. Tot de echte fanatieke marathonmannen. Die kunnen tot en met 160 kilometer marathon rijden. En dan ook nog beide dagen. Je hebt mountainbike-liefhebbers en wegwielrenners en iedereen komt aan het trekken. Maar het is geen wedstrijd. Maar het is geen wedstrijd. Maar je hebt wel voor de langere afstanden heb je wel een tijdsmeting met chip. Dus je kunt dan wel een beetje zien, ook met je maatjes en zo, wie het snelst heeft gereden. Zelf kan je niet mee fietsen? Helaas niet, nee. Ik had heel graag meegedaan, zeker met je eigen classic, zeker met het mooie weer. Maar dat zit er helaas nog niet in.